En heel laat. Natuurlijk hebben we misschien rookvraag in de toekomst. Ja. Ja. Ik zie hier, ja, u verkoopt rookwaren. Ja. Dat zal u in de portemonnee raken. Dat gaat mij inderdaad in de portemonnee raken, ja. Dus ik ben dan ook niet heel blij met het initiatief. Natuurlijk weten we allemaal dat het roken slecht is. Ik zeg ook niet dat het goed is. En dat zeg ik ook niet. Mijn klanten zeg ik ook niet van jongens, dit is goed waar je mee bezig bent. Maar dit zijn hoe betuttelend gaan we worden hier in Nederland. Op zich is het een goede zaak. En vooral met, zeg maar, met die ziektes en dergelijke, met die longkanker. Kan het een goed idee wezen. En denkt u dat zo'n maatregel als deze de jeugd zal ontmoedigen om een sigaretje op te steken? Nee, dat gebeurt niet. De ideologie van een rookvrij dorp vind ik heel goed. Alleen de handhaving, daar zie ik nog wel moeite in. Hoe wil je het gaan handhaven? En je moet alleen dingen gaan opleggen waar je dus ook die je waar kunt maken. En daar zie ik nog wel problemen mee. Nou, vind ik wel goed. Ja, prima. Dat zegt u als roker? Ja, absoluut. Vooral voor de jongere generatie. Heel belangrijk. Nou, ik vind het een goed plan. Ik vind roken toch vies, dus... Het is niet een beetje te tuttelen? Ze houden zich er toch niet aan. Iedereen die roken wil, rookt toch, dus... Ja, hier staat het wel. Nou, nobel streven, maar... Dat gaat niet lukken. Maar net kan het daar even bij, hè? Nee! Maar zo'n stress en niet meer roken, totaal niet. Kijk, als we zeggen van wij willen het roken voor de kinderen beperken, ja, dat snap ik. Maar het verbod op roken in huur te hebben, dat gaat niet lukken. Ik moet er een beetje om lachen, ja. Eigenlijk, want moet je luisteren, het is nog. Nee, dat gaat mij te ver. Als er straks iemand langs het voetbalveld sigaretten opsteekt en dan zeggen: hé, jij steekt een sigaret op. Nou, dat wil hij dan niet. Ja, en hoe meer het wordt tegengegaan en lastiger wordt gemaakt, hoe beter, denk ik. Maar is het dan niet een beetje zielig voor de rokers? Nou, ik hoop juist dat de rokers ook gaan stoppen. Moeten door en zitten zijn eigen parking aan, lijkt het mij. En ben door, vind ik het logisch dat er net maar ook weer aan mij. Meestal kunnen er les van aan, dat snap ik. Maar als je je boeten zetten. En dat je nou meestal achter me zit die net roken, dan ging ik net zitten roken. Dat doe ik niet. Dus, ik ben gewoon voor, weet je. Ik heb niet. Ik ben niet tegen, maar. Boeit me eigenlijk niet zoveel wat ze vinden eigenlijk.